Lieve mensen. Kijkers. Kijkers. Douwdruppeltjes. Copyright. Copywriting. Ah, hij reageerde van de week wel op een item van ons. Echt? Ja, 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 ja. Zo, man. We hebben even gezien door DDG. Mm. Hij zit, hij heeft, welkom bij een nieuwe, hoe heet die, YouTube update programma van die gast? King Alert. Welkom nieuw King Alert. David heeft, is overspannen. Echt? Ja, hij heeft een burn-out. Ik vind het gek. Wat dan? Ja, weet ik niet, ik ken niet in zijn privéleven, maar het zou, lijkt mij wel zwaar om YouTuber te zijn en getrouwd en een kind. En dan dat al moeten runnen. En YouTube is nu gewoon veel moeilijker. Video's worden demonetized. En ja, hij krijgt minder kijkers. Want op een of andere manier wordt het publiek gewoon minder. Tenzij je Fortnite roept in je video. Dus ik ga ook gewoon Fortnite 5 keer in de tag zetten in deze video. Ja, nice. Want we hebben Fortnite wel genoemd. Fortnite. Ja, Fortnite. Fortnite. Nou, nu mag het, YouTube, alsjeblieft. Goed. Welkom bij een nieuwe Hot Coffee Show. Ja, ik zit hier naast Salim. En dit is Peter. Superleuk dat je er bent. Super gek. Super gek ook. In Hot Coffee Show doen we elke week een stelling van jullie behandelen. Het is wel belangrijk dat jullie af en toe even een stelling droppen. Want dan kunnen wij weer iets hebben om over te praten. En dan horen jullie onze mening erover. En dan denken jullie, oh, daar ben ik het helemaal mee eens. Of, oh, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Of, doe maar geen fuck. Goed, deze stelling van deze week is van Tom West. En die zegt, microtransacties zijn de schuld van de gamer. Dat is even voor de edit ook, hè. Kan ik even een hoesje doen? Dat kwam nu in beeld en dan... dan kan je even daarna horen. Ja. Weet je wat ik ga doen? Nou? Dat geluid van jouw hoesje zo. Nee, niet doen. Is dat niet grappig? Nou, ik vind het wel heel beschamend richting mij. Hoezo dat je hoest? Gewoon omdat ik hoest. Je mag hoesten, hè? Nou ja. Goed. Bedankt Tom, Wes, voor jouw... hoe heet je nou? Heet je Tom of Wes? Misschien is Wes zijn achternaam. Dat kan wel. Hij heeft twee namen. Dat kan ook, Tom Wesley. Tom werd West. Nou goed. Want hij zegt, Tom, kijk. Dat hebben we zelf gedaan. Dat hebben we zelf gedaan. En Tom heeft daar wel een punt. Want dat vind ik met meer dingen. Ik vind het namelijk altijd heel erg makkelijk om te zeggen. En je zou ook zeggen dat kapitalisme zo werkt. Ja. De klant is koning. Dus als ze iets niet willen, dan doen ze het ook niet. En dan houdt het vanzelf op. Maar op een of andere manier werkt dat niet zo. Nee, dat vind ik heel kort door de bocht. Dat is natuurlijk utopisch kapitalisme. Is gewoon inderdaad dat... Zodra iets... Want kijk, je moet zo zien... In principe, in de basistheorie is het natuurlijk gewoon... Oké, er is een vraag en er is een aanbod. Ja. Maar daar is marketing voor. Die beïnvloedt natuurlijk enorm de vraag. En niet... Kijk, aanbod kun je makkelijk beïnvloeden. Gewoon iets wel of niet maken. En meer maken. Maar daar is natuurlijk een hele gedeelte marketing voor. Daarom kan je daarvoor naar school, naar de universiteit, weet ik veel, om te leren. Hoe kan ik nou... Mensen beïnvloeden om toch dingen te kopen. Juist, dat ze weten nog niet dat ze het willen, maar ze gaan het willen. Dat is natuurlijk het hele ding. Ja. Dat is natuurlijk een soort van, dat is met alle luxe producten eigenlijk. Die hebben het niet nodig. Er is in principe nog geen vraag en dan wordt die vraag gecreëerd. En dat doen ze natuurlijk met die microtransacties ook. Want ze maken een spel wat gewoon minder leuk is, minder enjoyable... Als je niet die microtransacties hebt. Ja, dus jij wil helemaal niet geld uitgeven aan van die pakketjes. Dat wil je helemaal niet. Nee, je wil gewoon een fatsoenlijk spel in één keer kopen. Je hebt gewoon 60 euro neergeteld. Dus, wat doen ze? Eigenlijk maken ze games beperkter. Nee. En moet je het aanvullen met aankopen. Nou ja, dat is dan meer DLC-achtig. Maar zeker met die online multiplayer inderdaad. Het is een soort van pay-to-win natuurlijk. En dat is denk ik wat hij dan bedoelt. Tenminste, dat is het grootste probleem van microtransacties. Jee, Battlefront 2, bla bla. En dat is denk ik het probleem. Maar er staat hier trouwens ook DLC's. Ja, DLC's is een nog duidelijker verhaal. Wij doen dat. Als je die DLC koopt, dan support je dat. Maar of het dan de schuld is van de gamer, weet ik niet. Want ik vind wel dat je heel erg beïnvloed wordt. Ja, maar inderdaad, de schuldvraag. Want we hebben hetzelfde heb je natuurlijk met heel veel dingen in het leven. Er zijn heel veel mensen veel te vet, omdat ze te veel chocola eten. En er zijn mensen die roken, en er zijn mensen die drinken. En er zijn mensen die andere onschuldigere dingen doen, maar ook dat gewoon maar doen. Ja. In hoeverre is dat de schuld van die persoon zelf? Het is eigenlijk een hele psychologische vraag die je stelt, Tom. Want ik denk dat heel veel mensen er niks aan kunnen doen dat ze die microtransacties kopen. Als je er heel feitelijk sec naar kijkt, is dat wel zo. Maar ja, weet je, het is best wel lastig om daar met je tengels vanaf te blijven. Ja, wat wel natuurlijk gezegd moet worden, denk ik. Want het gaat nu over de schuld van de gamers. Nou, dan valt natuurlijk te zeggen van nee, want de ontwikkelaar die pusht dat heel erg. Daar komt natuurlijk wel bij dat het maken van games de laatste tijd ook wel heel duur is. Ja. Terwijl de prijs is al jarenlang tussen de 50 en de 60 euro. En daarom doen ontwikkelaars dat.
Ja. Maar uiteindelijk vind ik onderaan de streep, koop jij wel of niet microtransacties? Er zijn genoeg games waar je niet afhankelijk bent van microtransacties. En er zijn genoeg games die of hele fatsoenlijke DLC uitbrengen, of jou niet in die zin zodanig verplichten om DLC te kopen. Dat het niet zoiets is van dat je een of ander gaar open einde hebt tot je de DLC aanschaft ofzo. Nee, dat vind ik niet. Dus de schuld van de gamers. Ik vind niet dat je en heel veel DLC kan kopen en vervolgens kan gaan zitten klagen, oh, niks is meer leuk zonder DLC, want er is genoeg keuze, vind ik. Ja, plus die publishers zijn natuurlijk als scheidbang voor prijsverhogingen van games. Dan vaak over had. Omdat gamers zijn gewoon heel erg internetvaardig en hackvaardig, als het ware. Je hebt een hele vervelende doelgroep eigenlijk, want ja, de meest fanatieke gamers weten ook hoe ze moeten cracken. Ja, dus daar zijn ze natuurlijk als het dood voor om games te verhogen in prijs. Dus nu hebben ze eindelijk iets gevonden waar ze wel die extra inkomsten mee genereren. Ja. Die nodig zijn, want games ontwikkelen zijn steeds duurder. Ja. Maar goed. Het is uiteindelijk toch de schuld van de gamer. Ik vind dat ook de schuld van de gamer. Ja, dat het er is, is niet per se de schuld van de gamer. Dat is de schuld van de wereld. Dat dingen duurder worden en inflatie. €60 nu is gewoon niet hetzelfde als €60 10 jaar geleden. Dus daar kan je niemand wat aan doen. Maar dat ze blijven bestaan en dat publishers erop blijven pushen. Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk de schuld van de mensen die het gewoon aanschaffen. Waardoor publishers en ontwikkelaars denken, oké, dit verdienmodel werkt. Ja. Anders zouden ze het niet doen. Absoluut. Tom, we zijn het mee eens. Bedankt voor je stelling. Ja. Ja. We zijn het ook met elkaar eens. We zijn wel heel vaak hoor. Ja, dat is waar. Wij zijn wel een beetje hetzelfde straatje. Maar mocht jij zelf ook een leuke stelling hebben voor de Hot Coffee Show, laat die vooral eventjes weten hier in de reacties. Yes. En geef natuurlijk je mening op deze stelling. Ja, wat DLC, microtransacties, is het EA die je door onze strot duwt? Ja, is ook wel een beetje zo. Kut EA. Of is het zo dat... Misschien vind jij wel helemaal niet dat het onze schuld is. En dat gewoon de ontwikkelaars maar gewoon een ander verdienmodel moeten zoeken. En iedereen die microtransacties koopt en stimuleert... Moet kapot. Moet dood. Ja. Of gewoon dat net niet doen. Op zijn vingers stikt. Nou, doe eens niet, joh. Nee. Hey, dat kan ook. Of gewoon de bloed krijgen. Het ging zo goed. We zijn aan het afronden, hè. We zijn echt zo ver van het einde van de video gewoon. Nog zo'n stukje op die balkie. Nee, maar dit moet je echt afknippen. Dat kan echt niet meer wegpiepen. Ik wil ook piepen. En ik wil ook dingetjes voor mijn mond. Dat mensen niet weten wat je zei. Dat wil ik echt niet weten, want ik zei echt... Oh, wat zei ik iets ergs. Dat kan echt niet. Ik zei het vorige week ook met Salem in de auto over iemand. Ja. Maar dat kwam zo uit mijn hart ook. Dat is het erg. Ja, want het ging over ook een hele groep mensen. Dus dat is nog erger. Het was niet één iemand. In de auto ging het ook echt een aanzienlijk grote groep. Mensen met uitkering. OA. Oh, nog een grotere groep. Dat was een hele brede doel. Mooi. Goed. Nou. Tot volgende week. Doei. Sorry.